Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit wel als altijd. Hoi, Sarah. Wij hebben deze week gaan wij een. De special, de oudejaars special noem ik het maar even, 2017. Wij recappen eventjes over het verleden. Welke films hebben we gezien? Wat vonden we de beste? Wat vonden we de slechtste? Nou, enzovoort. En we kijken eventjes naar volgend jaar, 2018. Want daar hebben we ook natuurlijk, er komt een heel mooi jaar, filmjaar aan. Hopelijk. Ja, dat kun je ook zeggen van dit jaar. Maar ja, is ook wat een en ander wel dik tegengevallen. Maar ook wat mooie momenten. Waar gaan we meteen met het slechtste maar beginnen? Ja, slechtste beginnen. Dan slechtste dat... beginnen hebben we dan out of the way. Ja. We hebben alle drie toch wel een persoonlijke smaak waar we niet altijd overeen zijn. Gelukkig, anders is het ook zo oninteressant. Dus wij doen even een paar segmenten doen we even persoonlijk. En daarna hebben we dingetjes waar we het wel samen overeen zijn. Dus ook wel weer leuk. Ja. De slechtste. Wat mij het slechtste is bevallen dit jaar. Ja. Ik begin eventjes met mijn top 3, zeg maar even. Ja. Ten eerste, op nummer 1. Blade Runner. Die wil ik nooit meer zien. Was de slechtste film ooit. Ik heb in die bioscoop gezeten om een horloge te kijken. Hoe laat is het? Zal ik weggaan, ja of nee? Dat vond ik echt een tegenvaller. Vond ik dat echt een grote teleurstelling. Voor mij. Ja, ja. Dark Tower. Ik had er ook niks van verwacht. Er was ook niks te verwachten, want het was gewoon slecht film. Dus wat dat betreft. En Snowman. Dat is toch wel iets. Dat ik dacht van, nou, uit de trailer te zien, dacht ik, nou, goede film, kan een goede film worden. Die film bekeken, wat een teleurstelling. Echt een teleurstelling. Dus ik ben heel benieuwd, Maurice. Ja. Begin ik ook met de slechtste gelijk? Begin maar met Emma's. Nee, niet. Ik ga het opbouwen. Nummer drie. Nou, dat was toch ook Snowman. Nummer drie zegt Snowman. Ja? Ja, de trailer is nou heel tof. Ja, die film klopt. Was echt heel saai. Ja. Uiteindelijk, zeker hoe het... Zeker het einde. Het einde is heel slecht. Heel slecht. Nou, het viel helemaal door de ijs in die film. Ja, dan ga ik toch voor Blade Runner. Blade Runner op nummer 2. Daar was ik ook zeer teleurgesteld van, omdat dat zo saai... Nou, weet je saai. Het is, saai, ja. Weet je het is, er zat een leuk element in, maar die maakte het... Dat was zo'n klein gedeelte van de film. En ja, uiteindelijk, dus main storyline, van dat de kinderen konden... dat de robots kinderen kunnen krijgen, ja. Zo, sloeg helemaal nergens op. Nee. Dus, jammer. Grof pest, had ze vanaf moeten blijven van die franchise, zonde. Ja. Nou, en dan de nummer 1. En dat heeft meer te maken, dat ga ik gelijk zeggen, dat is The Last Jedi. Gewoon omdat het tegenvallen is, omdat het verhaal slecht was. Ja, maar ook omdat jij een diehard fan bent. Ja. Dan let je op elk klein dingetje. Ja, maar ze hebben natuurlijk een aantal... de actie op zich was goed. Dus er zaten gewoon goede elementen in. Die voor, zeker voor neutraal kijken, die vond een fantastische film. Maar ja. Als je fan bent, dan zit het personage Luke Skywalker... Tafelkracht. Ja. Een hele nodeloze verhaallijn van Finn met samen met Rose. Is toch helemaal nergens op, had je gewoon eruit kunnen knippen. Luister, als diehard fan ben ik het helemaal met je eens. Ja, dus... Maar ik vind ook dat je naar de film kan kijken als zijnde... Was het een leuke film? Gewoon een leuke sci-fi film om te zien? Ja. Kijk ik hem als diehard fan, dan was het een van de slechtste Star Wars ooit. Ja, maar in dit geval... Nou ja, je hebt ook nog The Force Awakens. Ja, precies. Ja, de nieuwe lijn gaat gewoon niet goed. En dat is heel jammer. Dus... en dan gewoon persoonlijk daarvoor... Kijk, ik had gezegd, Force Awakens, dacht ik van, nou, kon ik mee leven. Ja. Maar dan moest Last Jedi goed zijn. Nou, dat was dus niet. Dus... Ja, Force Awakens was ook een teleurstelling. Zo'n kopietje van de eerste. Dat vond ik al slecht. Maar dan mag je er nog in rollen. Dus oké, je wil een nieuwe groep mensen aan. En er zijn ook mensen die Last Jedi fantastisch zullen vinden. Maar die hebben ook niet die band met Star Wars. Nee, die ik heb. Misschien juist omdat wij die band hebben. Ja, dat misschien moet je die andere zes helemaal die kijken. Moet je alleen deze kijken. Dan heb je gewoon één, twee. Force, die twee kijkt. En dan, dus, ja, dan weet je ook niet wie Luke Skywalker is. Gewoon de oude knar die iemand blijft hebben. Precies. Ja, dat is zo. Dus zo gezien, maar ik kijk het even. Daarom heb ik hem als slechts genomen om vanuit mijn visie. Vanuit dat oogpunt. Ja. Dus oké, dan... Je hebt recht op je persoonlijke mening. Prima. Ja, volgende. Wat viel op? Ja. Ik vond Wonder Woman vond ik opvallen. Vooral omdat... Waarvoor? DC Universe heeft tot Wonder Woman niks opgeleverd. Alle series vind ik ruk. Alles wat ze gemaakt hebben vind ik slecht. Ook Suicide Squad? Nou, oké, goed. Op één na. Maar gewoon... Er is geen goede serie, niks. Er is haast niks. En toen kwam... wat jij zegt... hoe noem je dat? Suicide Squad. Dat vond ik een goede film. Ja. Al vond ik de rol van Will Smith een beetje... Dat ja, van, nou, iets, had iets, niet, iets. Die had een ding gehoeven. Nee, of een andere... Ja, andere acteur. Ja. En toen kwam Wonder Woman. Toen dacht ik, nou ja...
gaan het wel zien. Maar dat vond ik wel een heel goede film. Ja. Wonder Woman. Klopt. Ja, dat is een leuk film. Ja. Is een film. Okay. En Justice League vond ik ook niet heel slecht, moet ik zeggen. Maar dat was niet opvallend, toch? Maar dat was niet opvallend, dus die staat ook niet in de lijst, moet ik zeggen. De grootste opvaller voor mij was Split. Oké, okay, nou dat... Niks van verwacht. Nee. En ik zat daar en ik kwam joelend de bioscoop uit van... Wow, wat heb ik gezien. Wow, wat heb ik gezien. Ja, nou daar ga ik je gelijk in mee. Voor mij is Split ook de grootste opvaller. Totaal... ik verwacht op een gegeven moment denk je vanuit het is een ontvoeringsfilm dit en dat en op een gegeven moment het verhaal sloeg helemaal op en je werd helemaal op het verkeerde been gezet. Klopt. En het einde dat bezig met Bruce Willis die scène, het maakt het helemaal die laatste fucking 2 seconden van die film die maakt het helemaal en toen dacht ik toen is het verhaal weer getwist in feite. Dat is eigenlijk daar split niet alleen zijn persoonlijkheden maar ook de film was gewoon verschillende splits verschillende onderdelen, dat maakt het heel mooi terwijl die director, zal maar zeggen, die krijgt een hoop kritiek. Die El Shalaman. Maar niet voor deze film, toch? Nee, maar hij, over het algemeen krijgt hij gewoon ook grote films. En hij zoekt de grens op. Hij zoekt de grens op, ja. Maar dat is hem wel goed gelukt, volgens mij, met Split. En wat ik ook noemenswaardig vind, is toch Allied. Omdat hij in het begin dacht, het is een avonturenfilm. Een beetje met zo'n Casablanca-achtige film. En op een gegeven moment draaide het toch om tot een drama. En werd het een liefdesverhaal. Van liefdesverhaal. Kijk, je kan zeggen, het is niet zoals Casablanca, maar het einde is toch wel een beetje... Ja, maar het is niet het einde als Casablanca, maar wel het was een liefdesverhaal. Ja, maar op een gegeven moment was het een heel hard einde. Van ja, daarin verraste hij zeker. Ja, daarin verraste hij zeker. Je komt er niet happy de bioscoop uit. Nee, klopt. En maar dat was wel leuk. Ja, dat was goed. Nee, zeker dus weten. Dat vond ik noemenswaardig. Dus die films zijn bij mij meest bijgebleven in de zin van wow. Dit had ik niet verwacht toen ik in de kaart kwam. Okay. Goed, gaan we over op persoonlijke top 3. Ik vond de volgende 3 films echt wel, dat waren wel de leukste films die ik gezien heb, zal ik maar zeggen. Het waren een hoop leuke films dit jaar, dus de keuze was wel moeilijk, maar ja, kies er 3, hè. Op nummer 3 was Spider-Man Homecoming voor mij. Dat vond ik erg leuk. Heb ik erg veel plezier naar gekeken. Ook omdat Spider-Man, je hebt al zoveel franchises gezien van Spider-Man. Wat gaat dit weer worden? Misschien heeft het vooral te maken ook met de Tony Stark erin zat. En die combinatie met Avengers, dat vond ik gewoon heel erg leuk. En ook niet het eeuwenoude verhaal van hoe zijn moeder en hoe zijn ouders die dood zijn. En dan krijg je weer zijn oom en die gaan ook weer dood en dit. En al dat gezeiken. Heb je allemaal overgeslagen? Go to the point, zeg maar zeggen. Ja. Erg leuk. Guardians 2. Okay. Guardians of the Galaxy 2. Terwijl die iets minder was dan 1, vond ik hem nog steeds steengoed. En alles wat eromheen hing, dus wat dat betreft. En mijn nummer 1 was Thor dit jaar. Thor Ragnarok. Dat vond ik fantastisch. Dat vond ik aan alle kanten fantastisch, vond ik dat. Ik heb ook niet... Hij heeft nu Thor 1 en 2. En dan zou je toch niet denken dat 3 dan de beste uit de trilogie zou worden. Want in principe zou het altijd minder worden. Ja, maar dat is niet zo. Maar dat was niet zo. Het was fantastisch. Ik vond het echt leuk. Maar gaat het steeds alleen maar omhoog in lijn. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Klopt. Maar ze moeten wel oppassen dat ze het niet bij alle films gaan doen. Want je ziet wel de ze gaan nu een heel andere... Ze gaan toch meer een comedische kant op. Ja. En dat vind ik goed en dat is leuk. Maar dat hadden ze in Star Wars bijvoorbeeld nooit moeten doen. Nee. Dat heeft hem gewoon die film aan het kloten onder andere gemaakt. Dus ja. Oké. Okay. Maar goed, daar... Mijn top 3 is er anders. 3 heb ik ook Spider-Man. Oh, nou. Ja, dat is hetzelfde leven. Dat is gewoon omdat het eindelijk een keer een Spider-Man is die gewoon leuk was. Dan heb ik toen een paar keer mislukt en nu is het gewoon goed. Ja. Dan heb ik 2 Kingsman. Waarom? Omdat het een vervolg was dat beter was dan het origineel. En dat vond ik zo leuk. Ik heb er echt zitten lachen. En Sam, Elton John, ik heb helemaal kapot gelachen. Dus dat zat echt gewoon... Dat was echt een leuke film. Ja, er zaten heel leuke dingen in. Dus ik vond hem echt de moeite waard. Maar dat hij in je top 3 staat over het hele jaar. Ja. Vind ik opvallend. Ja, omdat hij anders... En ik heb één de meeste, die is gewoon het meest bijblijven. Dat is nog steeds Split. Het is nog steeds dat ik dacht van... Fuck, ik wil de film uit. Yes, ik wil 3 zien. Ja. Want in het begin hadden we verwacht dat het een trilogie zou zijn. Je wilt 3 zien, omdat je nou weet dat dit deel 2 is. Ja, daarom. Dat je Breakable al... Dat is toch zo'n enorme verrassing. Klopt. Dat je denkt, shit, ik heb opeens Komt die volgend jaar uit? Dat is... Ik heb niet gehoord. Want de opnames zijn al gestart. Volgens mij misschien al afgerond, weet ik niet. Maar... Ik heb niet zoveel over gehoord nog, maar... Maakt niet uit, hoor. Maar moet erop komen. Als je volgend jaar komt, dan is het een nog mooier jaar. Ja, dat is gewoon dat is een cadeautje. Nou, waar we wel uit zijn gekomen... Dat was de volgende... Top 3 van wat vonden wij de leukste comedy? Wat vonden wij de beste actiefilm? En wat vonden wij de beste sci-fi? Ja. En daar zijn we dus... Laten we beginnen met de eerste. Ja. Ik vond de beste comedy die we gezien hebben... vond ik toch wel Ron Goossens. Low-budget Stockman. Ik heb denk ik aan één stuk door... wel kapot gelachen in die bioscoop. Dus hij was keihard. Ja. Hij was super fout, was hij. Ja. Hij was gewoon echt leuk. Als ik hem nu nog kijk, moet ik nog,
nog lachen, zou ik maar zeggen. Ik vond het echt heel goed. En leuke tijd, dus zeker in de tijd dat we van de politieke correctheid steeds meer krijgen. Ja. Ging hij er helemaal doorheen. Het was gewoon racistisch. Het was alles wat hij niet, wat we normaal niet kunnen zeggen. Wat je normaal in de maatschappij niet kan maken. Ja, maakt het leuk. Maakt het leuk. Zeker, ja. Dus die vond ik heel leuk. Ja, dus dat gaan we in. Ja. Nou, dan ga ik naar actie. Actie. En dat is ook een beetje met een Nederlands tintje. Dus Hitman. Hitman, ja. Hitman's Bodyguard. Dat speelt toch groot gedeelte in Nederland af? Klopt. Ah, die was toch wel goed. Eigenlijk was het een combinatie tussen actie en comedy. Klopt. We hebben nog zitten twijfelen tussen John Wick 2 en deze. Maar John Wick 2 was toch minder dan 1. Ja. En dit was natuurlijk een vernieuwend concept. Ja. En het was de humor en actie. Die we toch wel weer... Ja, vond leuk. Erg leuk. Maar Wendels is ook wel goed. Die begint ook wel steeds. Die Ryan Reynolds is heel goed. Die had een paar leuke films. Klopt. Maar ja. Dus heb je gezien als Deadpool natuurlijk. Ja. Daar begon toch wel een beetje zijn komische kant. Maar hij heeft altijd een komische kant gehad. Ja, ja, hij heeft heel veel komische. Hij is zelfs bekend geworden met een comedy. Shit. Kom nog een keertje op. Okay. Hebben die gozer en die wijf. Was het niet Two Girls en... Nee, was niet zelfs met... Two Guys and a Girl. Iets in die zin. Was die een serie? Nee, was die met... Ja, klopt. Daar is ook sterk. Daar is hij mee begonnen. Die lang gedraaid ook die serie. Dus wat dat betreft. Maar hij heeft daarna ook iets van een van wat... Maakt niet uit. We gaan zoeken. Goeie acteur. Ja, sci-fi. Nou, daar kwamen wij met z'n tweeën over uit dat dat toch wel Guardians of the Galaxy was. Ja. Ondanks dat hij iets minder was dan 1, vonden we dat de film met het hoogste cijfer van dit jaar. Thor vind ik niet echt een sci-fi. Dat is helemaal nog meer fantasy. Dat is echt fantasy. Dat vond ik ook. Dat is meer fantasy. Ja, en eigenlijk had het Last Jedi moeten zijn. Dat had het inderdaad moeten worden. Dat hadden we al twee verwacht ook een paar weken geleden. Toen we hem gezien hadden. Ja, dus dat is niet geworden. Nee, dat is wel heel jammer. Ja. Maar voor volgend jaar, voor 2018. Ja, zit op een lijstje. Er zitten natuurlijk, we hebben daar wel een... verwachting. Een verwachtingspatroon over. Ja, zeker weten. Dead Wish, laten we daar eens mee beginnen. Daar kijk ik erg naar uit. Ik heb de voorstukjes gezien. Dat wordt gewoon, net als John Wick 1, wordt ook fantastisch. Ik hoop het. Uit de voorstukjes gezien wordt dat echt een beetje, die stijl gaat het worden. En dan met ouderwetse Bruce Willis. Gewoon... Die Hard Bruce Willis. Die wil ik gewoon terugzien in die serie. Vroeger was het natuurlijk Charles Bronson die dat speelde. Ja, dat klopt. En die was ook heel rustig speelde. Die keihard op Keihard. Zoals allemaal niet. Dat heel mooi. Klopt. Ja. Dus daar kan je op zich mag je dat niet fout maken. Ze moeten het gewoon. Ze zijn gewoon aan de stad. Je kan niet. Hij heeft 5 Death Wishes gemaakt uit mijn hoofd, Charles Bronson. Ja. En ik vind, ten eerste vind ik het nu al goed. Ik vind de opvolger voor Charles Bronson om daar Bruce Willis van te maken. Klopt. Dat is een hele goede keuze. Het is ook een oude man. Het is ook een zijn nadagen. Dat klopt. En ik vind als ze dat goed neerzetten, gewoon ook dat rustige, maar keihard, dan hebben ze hem echt geneeld, zou ik zeggen. Dus ik heb hele hoge verwachtingen. Ja, klopt. Zeg hem maar dan. Ik zit te kijken naar Infinity War. Ja, Infinity War. Ja, dat dacht ik al. Ja, tuurlijk. Dat is wel mijn nummer 1. Maar ook mijn angst is dat die tegen... Ja, dat moet niet een soort Star Wars gaan worden nou. Nee, want die moet toch wel knallen. Nou, wat gevaar is, en dat is ook een beetje natuurlijk een punt bij het Last Jedi, is je hebt zoveel personages dat je op een gegeven moment of alle mensen een klein rolletje moet verzinnen. En dan kan je natuurlijk op een gegeven moment fout gaan. Dan kun je dus een verhaallijn maken die het al nergens op slaat. Dus klopt. Dat is het gevaar. Je hebt nu zoveel. Ik ben heel benieuwd hoe ze het überhaupt gaan doen om alles bij elkaar te brengen. Alle helden, wie gaan er overlijden, wie gaan er niet overlijden. Hoe gaan ze Thanos neerzetten? Want als het een soort Supreme Leader Snoke wordt, zou maar zeggen, die eigenlijk helemaal niks voorstelt. dan weet ik niet wat Marvel nog gaat doen, zou maar zeggen. En het moet natuurlijk ook de opstartfase worden voor fase 2 in Marvel. Ja, met de nieuwe Avengers, het nieuwe team, een nieuwe... Het moet, en dan denk ik bij mezelf, als dit de almighty, powerful... Wie gaat het daarna dat worden dan? Hetzelfde als in Supernatural, we hebben God gehad. Ja. Je kan niet verder gaan dan God, want er is niks anders. Ja, maar blijkbaar. En maar wel doorgaan met de serie. Ja, dat is gek. Dus, nee, dat is spannend. Ik ben heel benieuwd. Hoge verwachtingen. En dan eigenlijk de grote concurrent, vind ik, is Deadpool 2. Ja. Het is een hele andere manier aanpakken. Het is wel de comedy keihard ook trouwens. Komisch en keihard, ja. Daar houden we altijd geen wel van. Heel van. Maar vooral het keihard. Dat was zo super. Het eerste die ik zag was echt... helemaal niet verwacht dat het zo was. Nee, maar dat was fantastisch. Dat kan echt helemaal En het had alles in één. Het keiharde, het komische en natuurlijk waar we altijd houden. Het Marvel element, X-Men. Dus dat zijn eigenlijk nog grote dingen. Dan heb ik nog staan, even kijken, Spider-Man aan het eind van het jaar. Spider-Man, als die niet uitgesteld wordt, zou die in principe volgend jaar moeten komen. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk niet. Even kijken wat ik meer. Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Het is ook niet een lezen. Één ding wel, dat is een hele Han Solo. Han Solo. Dus Solo. Dus, nou ja. Solo, ja.
Als we die ook nog verder te verkloten, nou ja, dan... Ik heb daar nu al geen hoge verwachtingen van. Nee, als ik de lead character gezien, die Han Solo moet spelen, is het een zeer zwakke acteur. Daarna wordt het nog bekend dat hij eerst acteerlessen heeft moeten volgen, omdat de scènes die hij geschoten had, gewoon zeer slecht waren. Ja. Dus alles moest opnieuw geschoten worden. En nou opeens zijn ze er wel tevreden mee. Ja. En het is een zwak... Ik heb hem gezien, die jongen is nou niet Han Solo. Nee, er zijn veel betere acteurs die wel die rol kunnen vervullen. Dus deze film heeft al heel veel streepjes tegen. Dus daarom kan het er misschien alleen maar meevallen. Want waar ik bij Last Jedi zo stond, sta ik hier echt zo. Dus misschien kan die alleen omhoog gaan. Ja. Oh ja, ik zag weer. Ik kan zeggen, ik heb het ontcijferd. Jurassic Park. Ja, ze zeggen nu al... Ja. Ben benieuwd. Ik vond die hele wel aardig. Ik vond hem ook wel aardig. Leuk. Ja. Het is een goede reboot. Ja. Zo. Maar ja, hij gaat toch weer terug naar het eiland. Hij gaat in de dino's erin. Op een gegeven moment ben ik klaar mee. En Fantastic Beast, deel 2. Fantastic Beast, deel 2, ja. Dan moet ik wel zeggen... Eén was zeker leuk. Heel leuk. Ik had niet verwacht. Ik dacht dat het een kinderfilm zou zijn, maar het is gewoon heel leuk. Schijnt dat Johnny Depp nu een grotere rol ook gaat vervullen. Dat moet ook wel, want hij is nu de bad guy. Hij is nu de bad guy, ja. Dus als hij niet onder hashtag MeToo wordt uitgerost. Ik weet niet, daar is nu ook sprake van. Dus, en dat zou wel, dan moeten ze eigenlijk alles opnieuw doen. Want in principe is hij bijna klaar. Dat zou wel spannend. Want hij staat al een release date voor. Dus, ja. Dat wordt wel een spektakel als dat gebeurt. Maar goed. Daar gaan we even over kijken. Dan kan Kevin terugkomen. Hij was wel leuk. Ik denk dat hij was. Fantasy was wel een goede film. Ja, dat is een leuk film. Ik vond het een hele leuke film. Als je gewoon op het Harry Potter zijnde de wereld verder gaan. Ja. Voelde dit geen zwak. Nee, dat is als een beetje wat groter. Juist. Ja. Maakte de wereld groter. Maar dus, sterker was ook niet zo kinderlijk. Ja. Nee, zeker. Was volwassenen. Nou, ook volwassenen. Nou, dat zijn. Oh, jongens, wat een jaar. Ja. Nou, ga maar eens afronden. Anders is het al bijna 2008. Anders is het bijna. Mag jullie allemaal. Bedankt. Maar eerst een fijne kerst. Fijne kerst. Nou, kerst. Doe maar fijne jaarwisseling. Fijne jaarwisseling. Fijne jaarwisseling. Dat is beter, ja. Waarschijnlijk zijn we snel op. Ja. Bedankt, tot volgend jaar. Fijne jaarwisseling. En, doe voorzichtig. Doe voorzichtig.